7 seconden ligt Bloemen voor op het schema van het wereldrecord. 29-9 toen de doorkomst van Kramer. Bloemen 30-1. Geeft bijna niets toe. Verslapt nergens. Rijdt een perfecte race. En die race levert een perfecte tijd op. Misschien wel richting 12:35. Als Bloemen dit vast kan houden. Zien Kramer en Bergsma dit ook. Zij rijden hun rondjes op de opwarmbaan. Nog 2 ronden te gaan. Bloemen. Met een zegentocht. Het publiek staat op de banken hier in Salt Lake City. Hij rijdt een race die hij nog nooit eerder heeft gereden. Die niemand ooit voor mogelijk had gehouden. Bloemen kondigde aan van tevoren. Ik ga er vol voor en ik zie wel waar het schip strandt. Het schip strandt. Nou, zeker niet. Want met nog een ronde te gaan is Bloemen bezig aan een geweldige race die een wereldrecord op gaat leveren. Haalt het zo moeilijk soms in Nederland. In zijn eentje op zichzelf nu in de Canadese ploeg. Met open armen ontvangen in een warm bad. En wat is hij snel geworden? Wat zit hij lekker in zijn vel? En wat heeft hij een zelfvertrouwen? En wat komt hier een prachtige tijd uit? Dit is een nieuw wereldrecord op de 10 kilometer. Publiek met de armen omhoog, de handen op elkaar. En daar staat het. World record voor Ted Jan Bloemen. Geweldig. 12:36:30. Ted Jan Bloemen. Als Canadees. De snelste van de wereld op 10 kilometer.